Misschien een beetje cliché, maar welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we kijken op spelletjes.nl. En een grote schande als je deze website niet kent. Sowieso. En ik zit hier lekker warm voor de kerstperiode in mijn hamburgersuit. En we gaan kijken naar een aantal fantastische spelletjes, dames en heren. Want dit is namelijk Bubble Game. Wat is dit? Oké, we zijn een dennenboom en we schieten balletjes. En de balletjes moeten natuurlijk in de juiste kleur. En als je dat niet doet, dan faal je. Want het mag natuurlijk niet de onderkant raken. Logisch. Groen moet daar tussen. Oh, wat is dit simpel. Dit is de hele game gewoon. Meer is het niet. Nou, ik moet ervoor zorgen dat die blauwe raakt. Dan gaat die hele sliert weg. Oké, ander spel. Er is helemaal niks. Welkom bij Christmas Tells. Kijk dat beertje. Die is gewoon schattig. Oh, wacht even. Als er dus een paar icoontjes bij elkaar zitten... Zo, dat was flink. Dat was flink veel. Dan kan ik erop klikken. Oh, dit gaat makkelijk. Kijk, beertjes bij elkaar. Oh no, no more moves. Oh, serieus? Dus als er geen moves meer zijn, kan ik die balletjes gebruiken. Nou, we hebben het level complete. Volgende. Ik denk dat hier gewoon een soort tactiek achter zit. Je zou het misschien niet zeggen, maar hier zit iets achter. En ik heb nog geen idee wat. Maar volgens mij is het ook een beetje geluk en goed kijken. Want zo zie je maar weer. Ik moet nu de bom gebruiken. En nu weer, en nu weer, en nu weer. Nou ja, prima, maakt niet uit. Christmas Piano. Volgens mij is dit een soort van Guitar Hero idee. Oh jee, waar moet ik op klikken dan? Oh. Het gaat steeds sneller. Wow. Oh shit, oh helemaal vals. Helemaal vals. Kan ik niet met mijn toetsen doen. Het gaat zo snel. Oh, het is zo moeilijk met je muis klikken, geloof me. Vrolijke aapjes. Nou ja, zijn dit aapjes? Oké, ik kan een hoedje kiezen voor het... Is dit het karakter wat ik speel? We doen een theekopje. Wat moet ik hier doen dan? 20 keer 0. Wat is de bedoeling van dit? Ik snap hier al niks meer van. Het is een soort Freddy Fish game of zo. En hij wil koffie. Heb ik koffie voor hem? Nee, ik heb wel sneeuwballen. Wat een onzin. Wake the Santa. We gaan de kerstman eens wakker maken. Drop the snowflake to the Santa. Oh. Nou, dat was niet zo moeilijk. 3 sterren ook. Jeetje, ik heb 1 keer geklikt. Dit was het hele spel. Tot zover het spel. Dan even refreshen. Oh, we kunnen nu level 2 kiezen. Mooi. Kijk, dit is natuurlijk al een stuk moeilijker. Het is gewoon 3 keer klikken. Ja, oké. Het is nog maar level 2. En loopt hij weer vast? Hij loopt weer vast. Klik. Ja. Die. Die. Dit is leuk. Ja, dit is al iets moeilijker natuurlijk. Het is voor gevorderde. Oeh, nadenken. Komt-ie. Hop. Dit was mooi. Ik vind het wel, ik vind het oprecht wel vermakelijk, zulke spelletjes. Insta Girls Dress Up. Choose your Insta Girl. Oké, wie gaan we kiezen? Ik kies natuurlijk wel even die blonde. Nou, we zien allemaal prijzen. Zijn dit prijsjes? Ik denk het wel. Nou, dat kunnen we kopen. En dat kost me 500, zo'n sjaal. Nou, dat doe ik ook zo'n handtasje. Leuk. 3100, het kerstpakkie. Maar ja, hoe kom ik aan punten dan? Hoe kom ik aan geld? Moet ik dan foto's maken? Oh ja, ik moet hashtags doen waarschijnlijk. En hier krijg ik likes door. Oh no, ik moet beter mijn best doen. Ik weet zeker dat dit het outfit is van het jaar. 100 punten. Ik krijg echt maar 100 punten. Oké, en ik weet eigenlijk hoe ik 100, elke keer 100 punten erbij krijg. Gewoon klik, 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 klik. Ik heb precies genoeg voor dat kerstpakje. Kijk, en daar ga ik punten mee scoren. 100 likes, waarom 100 likes? Wat zijn de hashtags dan? Sexy soldier? Hebben we iets met dat kerstpakje dan? Want daar heb ik veel geld aan uitgegeven. Miss Santa. Hier ga ik ze mee scoren, toch? 100? Wat wil de game nou? 3000 likes? Klik, 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 klik. Kijk, nu heb ik 21.000 punten. Nu kan ik elk pakje kopen wat ik maar wil. Nou, goed. En dan moet je eigenlijk al die looks moet je gaan unlocken, zeg maar. Ah, leuk. Oké. Okay. Nou ja, dan heb je wat te doen. En over uiterlijke verzorging gesproken. We gaan serieus het haar knippen
van de kerstman. Ho, 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 welkom. Ik ben blij dat je er bent. Mijn haar ziet er niet uit. Het heeft een knipbeurt nodig. Wil je me helpen? Oké, nou dat wil ik proberen. Ik ben natuurlijk geen professionele kapper, maar we gaan het wel proberen. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik moet eventjes iets gebruiken, want dit gaat niet goed. We gaan het even nat maken. Helemaal prima. Nou, dat ziet er goed uit. En dan gebruiken we dit. Er gaan er mooie krulletjes in komen. Wat gebeurt er? Wat heb ik gedaan? Heb ik hem nu geknipt? Oké. Ik weet niet of dit er beter op is geworden, maar de kerstman heeft nu wel een heel goed outfit, lieve mensen. Maar dit is de kerstman. Helemaal prima, ik ben geslaagd voor kapper. Zoek de verschillen, dames en heren. Zoek de verschillen. Nou, dat moet allemaal goed zijn. Spot the difference. Nou, dat moet wel, dat moet lukken. Oké, nou, het oogje mist. Een vlekje. Ja. We hebben ook de belt, hè, dat kleurtje. Die kerstman is heel irritant aan het doen daar. Handje klopt. Boompjes, klopt die achtergrond wel? Nee. Oh, ik zie het al. Kijk, twee boomstammen hier. Zo, dat is ook echt. Heb ik heel laat gezien pas. Volgens mij is dat kleurtje niet helemaal correct. Mondje klopt. Wenkbrauwtjes zijn oké. Nou, oh. Wow. Ik zie het nu pas. Hij heeft een derde been. Op een locatie dat ik denk van, wow. Ja, het zou ook een grapje kunnen zijn. Dat is mijn derde been. Ja, en nu nog één. Dat is altijd lastig, hè. Nog één zoeken. Volgens mij is toch die achtergrond. Ja, hier zo. Kijk. Wat is dit nou weer voor Minecraft rip-off? Ongelooflijk. Oké, nou, we gaan het zien. Nieuw game. Dit heet Parkour. Ik heb geen idee wat we moeten doen. Maar is dit handig dat een game... Wow. Deze game is niet vloeiend. Nou, dit gaat natuurlijk nergens over. Je gaat niet op een webbrowser zo'n spel doen. Echt niet. Dat loopt niet vloeiend. Echt niet. Santa of een dief? Merry Christmas, zegt die meneer. I will rob the gifts. Oké. Ho, ho, I'm Santa now. Ah, oké, de dief heeft zich vermomd als een dief. Beware of kids and collect the gifts. Oh jee. Dan ga ik gewoon in één keer... Oh, kijk uit. Nee, ik kan het niet ontwijken. Het kan wel. Oké. Rustig aan. Dat ging net goed. En naar onder. Yes. Wat is dit nou weer voor Disney rip-off? Princess Christmas Beards. Oké. Prinsessen met baarden. Wat een fantasie. Christmas is coming. Let's make the most out of it. Oké. De Disney prinsessen hebben dus een drankje genomen en hebben ze een baard. En wij gaan het beste ervan maken. Oké, weet je wat? Ik hang hier eens even zo'n slinger in. En even kijken, we doen ook nog wat lampjes in. Die komen de glitters in. Kijk, die komen daarin zo. Kijk hoor, deze komt hierin te hangen. Dat vind ik leuk zo. Ja, dat vind ik leuk. En een sterretje in het midden. Zo. Nou, kijk eens even wat ervan is gekomen. Dit zijn wel de beste baarden die ik ooit heb mogen aankleden. Dames en heren, Jasmine, we hebben Mulan en we hebben Ariel. We gaan er ook nog aankleden. Nou, dit zijn de kostuums die ik heb gekozen. Ik denk dat ik genoeg heb gezien voor vandaag. Vond je dit nou een leuke video? Laat vooral een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Klik op abonneren. En tot de volgende keer bij weer een nieuwe random video op mijn YouTube kanaal. Doei doeg! Oh ja, laat even in de comments weten welke game jij het leukst vond van al deze minigames. Doeg!